IKEA. Bijna iedereen koopt er wel eens wat. En je kunt er veel meer mee dan je denkt. Is dit misschien leuk? Nou ja, misschien als je paranoia bent of weet je wel, conspiracy theories. Dat je niet beïnvloed wil worden door alle straling om ons heen. Misschien dat dit zou helpen. Of voor het carnaval, maar anders zou ik het ook niet weten. IKEA, het gaat als een tierenlier. Ze merken niets van een teruglopende economie. Afgelopen jaar maakten ze een omzet van 22 miljard. In de hele wereld is IKEA te vinden. Jammer misschien is wel dat je precies dezelfde bank hebt als je vrienden in New York, als die vrienden in New York wonen. Of dat je je eigen kast ziet staan in een hotel in Spanje als je daar bent. Maar daar is toch iets aan te doen. Als je niet beter weet, zou je denken dat dit zomaar iemand is die een vergiet aan het kapotzagen is. Maar eigenlijk staat hier een IKEA-hacker. Dat is niet iemand die op een zolderkamertje computercodes zit te kraken. Nee, dat is iemand die de IKEA-handleiding kraakt. Oh ja, die hebben we niet nodig. En dat doet hij omdat hij wil afwijken van de IKEA-norm. Nou, het past denk ik wel in een tijdsbeeld van dat mensen alles gepimpt willen hebben. In ieder geval gepersonaliseerd willen hebben. Ik bedoel, het is natuurlijk allemaal massaproductie, inclusief de IKEA. En toch wil iedereen niet hetzelfde als de buurman. Om eens te kijken hoe zo'n hacker door IKEA loopt, gingen wij een dagje winkelen met Mark. Je kan hier op zich een hele hoop mee doen. Ik geloof ook dat er mensen zijn die er boekenkasten van gemaakt hebben. Als je dit nou helemaal gaat buigen in een andere letter, zou je het bijvoorbeeld voor het brandmerken van een leren tas kunnen gebruiken. Dit is zo, ja, hier zou ik ook weinig mee kunnen. Speciaal voor ons gaat Mark een vergiet hacken. Nou, bijvoorbeeld zo'n vergiet. Daar kunnen we gewoon een fittingje in maken. Heb je een leuke lamp voor boven de keukentafel? Mark is niet de enige die IKEA-spullen hackt. De trend is begonnen in Amerika. En in Amsterdam heb je nu zelfs een tentoonstelling van de gemuteerde IKEA-items. Een van de kunstenaars heeft hier twee stukken uitgehaald. Hier is het een gynaecologenstoel. Guinea is de IKEA-naam. IKEA vindt het prima, al dit gek. Maar maakt zich wel wat zorgen om de veiligheid. Als je natuurlijk met een lamp van ons allerlei geweldige dingen gaat maken, ziet het natuurlijk fantastisch uit. Maar het is wel belangrijk dat je dan natuurlijk dat die veiligheid gehandhaafd blijft. Dat is voor ons zo'n issue. Ondertussen is Mark druk bezig met ons vergiet. Nou, hij is af. Het was even quick and dirty, maar we hebben nu van een vergiet zeg maar een lamp gemaakt. Ik kan even kijken of die het doet. En zo hebben wij voor €33 een hippe lamp. En mocht u zich afvragen waar de Zweedse mevrouw in dit liedje over zingt... Nou, het zijn de namen van de IKEA-producten.